Karel is modelbouwer met een zwak voor boten. Dat is een binnenschip, een 39 meter, een Spiet. Ik heb 30 jaar aan brug en wegen gewerkt, waarvan 22 jaar op de elektrische Loesbergbrug gezeten in Gent. De bediening van die brug. En daar kwam er natuurlijk alle dagen even door. Hè. Ik ben altijd tevreden dat de wintermaanden weg zijn. Dat we dan een keer kunnen terug op het water gaan. Ja. Als je dat nu ziet, dat vaart fantastisch goed. Hè. Dat is lekker een echt schip, hè, als je daar naar kijkt. Dus als je dus een binnenschip ziet en je ziet dat, voor mij is dat hetzelfde. Hè. Ik heb er zo duizenden en duizenden zien passeren, like dat. Hè. Daar leef ik terug in. Dus, ja. Daar blijf ik jong mee. Het is mogelijk dat ik het mis ben, maar daar blijf ik jong mee. Dat interesseert mij niet, een bouwdoos. Ik heb graag, kijk, zoiets, kijk. Dat is het schema van het mechanisme hier. Het is dat. En daar ga ik nu namaken. Maar met gevonden materiaal, hè. Dat is een tandenkoppertje zo. Dat zit hierin. Je ziet hier nu dat dek. Dat zijn al frisco stokjes die erop liggen. Dat is dus een verloren voorwerp. Iedereen smijt dat weg. Daar kun je dat veel mee doen. Kopen kan iedereen, je moet juist maar geld hebben. Maar met niets iets doen is altijd interessant. Charles is altijd met schepen in de weer. In de Gentse haven vindt hij inspiratie. Dat komt hier van binnen. Een schip is iets, ja. Je kunt dat niet beschrijven, ik weet niet. Je voelt daarvoor, dat is like dat iemand die graag een auto ziet. En die zegt dat een mooie auto en die zou ik willen. Niet dat ik dat schip zou willen, zo ver zijn vandaar. Wel, dat is dat zo een mooi schip zijn voor te nemen als model. Dat. Ik had dat hem zien. Dus die kan je uit. Dus de luiken, die een arm, ik zou er geen auto op zetten. Want dat is voor een wagen op te zetten. Hè. Die kraan die erop staat, dat zou ik eraf laten. Dat past er niet bij voor mij. Voor mij gaat ook die boot nog gewoon achteraan boot aan. Of een rubberboot erop, ja dat wel. Maar geen auto, dat gaat er niet op. Charles is terug thuis. Ook zijn videocollectie staat vol schepen. Als ik dus een boot maak, dan ga ik na of dat hij goed is op het water of niet goed is. Dus ik test hem. Als dat niet goed is, wordt hij afgeschreven. Of waar gaat hij in de kast of gaat de zolder. Ofwel wordt hij, zoals dat je nu gaat zien, in de club in brand gestoken bij een feestje. En nu doen we daar een wedstrijd mee. Dan moeten ze dus nu met een blusboten hem trachten te doven. Normaal gezien zou ik nu willen dat hij zinkt. Recht naar beneden, maar hij zinkt niet. Het gaat niet. Hè. Hij blijft drijven. Dus in feite was het wel een goede boot op het gebied van drijven. Want hij is niet gezonken. Een echt zeeschip. Als ze dus in zee laten zinken, dat vind ik fantastisch. Buiten als ze dat zeeschip nemen en in stukken snijden en weer verbrengen. Het is geen einde. Het is lijkt een auto gaan naar een autokerkhof. En een schip gaan naar een kerkhof in zee. Dat vind ik. Charles bewaart zijn schatten op zolder. Ik heb graag iets die een ander niet heeft. Dus dat die hier staat, dat vinden elders niet. Nu moet hij naar een tentoonstelling gaan, nu moet hij naar een club komen, een hobbyclub. Hij gaat dus die dingen dat niet vinden. Ik wijk altijd af. Twee schouwen, hij heeft maar één schouw. Een echte. Hij vond dat mooier met twee schouwen dan met één. Daarmee staan er hier twee op, maar normaal heeft hij maar één. Niet correct. Die heeft een tijdje gediend als kerstboom. We zetten dat beneden en alles was verlicht. Dekken waren verlicht, de ramen waren verlicht. En die heeft een tijdje voor de venster gestaan. Ik heb hem moeten wegdoen. Omdat de mensen bleven staan en ze bleven aan de venster staan. En op de duur moest ik al daar mijn ramen gaan kuisen. Er waren dan kinderen bij. Je kende daar, de ander daarop. En daarmee hebben we ermee gestopt. Veel mensen zien nu daar met dat bootje. Dan zeggen ze, die zien de groot nezel met zo'n bootje. Dan moet je dat altijd een keer proberen. Voor dat te doen. Maar ik heb een voldoening. Ik heb die een boot gemaakt. En die vaart. En daar ben ik fier op. Je ziet dat nergens, hè? Zo'n vuurtoren. Hè? Je ziet ze daar staan, of in de winkel, zo'n klein dingetje. Ik heb toch een grote, hè? Kom, ja. Kunnen niet altijd boten maken, hè? We zijn ook een keer begonnen, maar die past bij een boot, hè? En onder andere een vuurtoren,
dat past ook bij een boot, hè. En zo is die voertuig ontstaan, hè. Het is goed dat er mijn vrouw ook allemaal voor is, want anders zou ik dat niet mogen doen, hè. Maar ze is er ook voor en daarmee. Hè? Dat is juist, hè. Ah ja, zie je dat? Als ik mijn man leerde kennen, dacht ik, oei, waar is nu iemand die met bootjes speelt, gaan ze daar. Maar als ik gezien heb wat hij kan maken, wel, ben er echt ook voor te vinden. In principe staat er altijd een boot in het water. En kijk, als je dat nu ziet, de vuurtoren gaat daar en het schip ligt erbij. Hè? Het is gelijk echt, hè. Nou, de vissersboot aan de haven met de vuurtoren erbij, ik vind dat zeer mooi. En nu gaan ze spuiten. Ik zie ze bijna allemaal graag. Mijn eerste geschenk dat ik gehad heb van mijn man was ook een klein sloepje met de naam van mijn hondje op. Het leeft nog altijd, staat op de kast. Ik heb dan zo'n tweede gemaakt voor het laten varen. Hetzelfde. Want dat staat nu op badkamer, hè? Ja. Zoals altijd op de dag voor een meeting wacht Charles in spanning het weerbericht af. Moest het nu morgen regenen, dan ga ik dus met Hercules. Dat is een vissersloep die volledig gesloten is. Golda is ook nog goed, maar Golda kan tegen zoveel wind niet. Dat is een kleinere. En als het nu droog weer is en er is wind, dan gaat mijn flipper. Veel zon overal morgen, veel zon tussendoor, enkele hoge wolkensluiers, maar ja, de impressie van... Voilà, morgen gaan we naar Roeslaren en we gaan mijn flipper kippen. Het weer ziet er goed uit. Maxima in de buurt van 20 graden Celsius. Voilà, met in deze gaan we gaan, hè. Een goed weerbericht en met in deze gaan we gaan, hè. Charles mag een boeiparcours afleggen met zijn boot. Goedendag. We zijn hier. U bent de tot scheidsrechter. Ja. Ja, oké, dan is het goed, hè. Dus ik ga nu doen. Ik ga dus met dat beginnen, hè. Maakt u zelf boten ook? Ja. Ja. Wat voor boten maakt u? Slepers. Slepers, ja, dat is typisch, hè. Ik ben gestopt met slepers, ik. Als u naar Nederland gaat of naar een tentoonstelling, het zijn al slepers dat u ziet. Ja. Ik bouw dus alles zelf. Ik koop geen bouwdoos of niks. Ik koop mijn vel triplex. En ja, dat is het en daar bouw ik mee. Hè. Ik heb mijn volledige punten hier. 130 moest je hier halen en ik heb hier 130. Ja. Is goed, hè? Zie je? Hoogtepunt van de dag voor Noël. Zijn deelname aan de zeilwedstrijd. 2-1, go! Eigenlijk kun je dat perfect vergelijken met oceaanzeilen. Hè. De wedstrijden hier aan onze kust, bijvoorbeeld op de Noordzee, dat is compleet hetzelfde. Hè. In gedachten zit ik dus op de grote zee. Hè. Zeker met mijn SAAL-modelletje hier. Het geeft wel de indruk dat ik dus met mijn boot op de grote zee vaar. Ik raak maar niet uit die turbulentie hinter ver. Ik raak maar niet uit die turbulentie hinter. Bij een bepaalde manier van spreken, hij ligt daar te dobberen, hij ligt stil. Ah, voilà, nu krijg ik er terug vaart in. De natuurkrachten zijn terug niet aan het werken, zie je het.